geachte commissionaire. Goedenavond, u allen. Volkstheater met mijn compagnon, de heer Sean Egbers, is iets wat wij hier nog niet kennen. Geheel onterecht vrezen sommigen voor concurrentie met de bestaande cultuurinstellingen. Maar al zou er enige concurrentie ontstaan, zo wat. Dat houdt de ondernemer immers scherp. Wij dagen de bestaande culturele instellingen zelfs uit om door ons toevoeging creatiever te worden. Parkstad is popstad. Fantastisch dat popmuziek op meerdere podia hier in de regio wordt gespeeld. Maar wie organiseert leuke evenementen voor senioren, voor kinderen, voor mensen met weinig inkomen? Niemand. Wie geeft hier de ontelbare culturele verenigingen hier in de buurt de kans om eens hier chic hun uitvoeringen te houden voor een groot publiek? Niemand. Waar zijn hier de dansfeesten met een dansorkest, artiestenbuffet of salsafeest? Nergens. Mijn dames en heren, het maatschappelijk rendement van het theater laat zich gelukkig niet alleen door beleid en kosteneffectiviteit bepalen. Menselijk gedrag wordt gestuurd door sociale contacten en opvattingen. Het is daarom en daarvoor dat de Royal als gebouw zich prachtig leent voor dit doel. Nogmaals, Volkstheater zoals wij die bedoelen is absoluut niet concurrerend. Het is juist dé aanvulling waarop de Heerlense bevolking en daarbuiten wacht. Dus een podium voor iedereen. Een plan met toekomstvisie en ambitie. Immers, de conclusie van de cultuurmonitor Heerlen 2014 laat zien, en is duidelijk daarover, de prijzen van de theaters zijn te hoog. Er is nauwelijks iets te doen voor kinderen, 50-plussers, senioren, en er is veel te weinig culturele evenementen. Om deze uitgesproken behoeftes sluit de programmering van de Volkstheater naadloos aan. Natuurlijk is ons concept niet nieuw. In Berlijn heb je het IJspalast, dat ik goed ken. In Roma, in Antwerpen, is een dergelijk oude bioscoop omgebouwd tot een nieuw Volkstheater. Dit concept is al 12 jaar een zeer succesvol concept. Met hun onvoorwaardelijke steun, zowel directie als management, in woord en daad, kunnen wij de bevolking van Heerlen, Parkstad en de hele regio een nieuwe bruisende uitgangsgelegenheid bieden die absoluut ook hier succesvol zal zijn. Ons plan en de Royal zouden een perfect huwelijk kunnen vormen en bieden garantie dat de theaterfunctie, de routing en het art deco interieur blijven bestaan. Spijtig moet ik stellen dat de gemeente nauwelijks beseft wat onze plannen inhoudelijk zijn. Waren we eens aan tafel ontboden, dan had een constructie of een constructieve discussie kunnen plaatsvinden. De door Heerlen gebruikte procedure heeft ons als kandidaten helaas geen vertrouwen gegeven. Er is ook niets veranderd aan de oorspronkelijke visie van 2014, te weten het filmhuis zal en moet in de Royal. Na uitdrukkelijk overleg met onze zakelijke partners en adviseurs zijn we bereid een overeenkomst te tekenen voor 5 jaar huur met intentie tot aankoop van het pand. U zegt het maar. Als u kiest voor het Volkstheater, blijft de Royal volledig intact. En kan op 27 januari 2018 de 80ste verjaardag op een grootse wijze manier gevierd worden. Mijn oprechte dank wil ik nog eens een keer uitspreken aan allen die ons hierin hebben gesteund. Ik dank u. Dankjewel, meneer. Ik vind dat de spiegel met de D- of zelfs A-status wordt bemoeilijkt. En dat daardoor veel Heerlenaren, zoals nu, toch zullen kiezen om naar de concurrentie van de jaren in Maastricht te gaan. Ten derde, een belangrijk aspect, namelijk de zeer waarschijnlijke geluidsoverlast tussen de twee zaaltjes op het balkon en de geluidsoverlast vanaf de grote Royalzaal naar die twee zaaltjes. Zo'n constructie met twee zaaltjes op een balkon is verre van ideaal vanwege contactgeluid. Juist bij filmhuisfilms zijn er veel verschillende passages. En geluidsoverlast leidt tot een slechte klanttevredenheid voor filmhuis De Spiegel. Het is dan ook te betreuren dat de bijlage 6, getiteld Akoestiek Bioscoop, niet werd gepubliceerd
bij het haalbaarheidsonderzoek van Filmhuis Spiegel van september 2015. Overigens zou het niet de eerste keer zijn dat er in de praktijk toch geluidsoverlast is, ondanks een theoretische berekening van een duur adviesbureau om dat te voorkomen. Ten vierde gaan veel Heerlenaren nu liever naar concurrent Filmhuis Lumière in Maastricht, omdat ze Filmhuis de Spiegel ervaren als kil, ongezellig en onaantrekkelijk. Vanwege onderbreking van de films door een pauze, in combinatie met het direct moeten vertrekken naar de film. Het typerende voor filmhuisfilms is juist dat men gezellig wil napraten over de film, omdat het gaat om films met een diepere inhoud. Een filmhuis waar men meteen moet vertrekken na de film en zonder gezellige horeca, is gedoemd een kwijnend bestaan te leiden, zoals nu het geval is bij de Spiegel. Voorkomen moet dan ook worden dat de geschiedenis zich herhaalt. Het succes staat of valt met de beleving. Een voldoende grote horecaruimte in eigen beheer van Filmhuis de Spiegel is een absolute voorwaarde voor het slagen van het nieuwe filmhuis. Ten vijfde is het slopen van de Rivoli en de Maxime een jammerlijke vorm van kapitaalvernietiging, aangezien ze prima geschikt zijn voor Filmhuis de Spiegel. Rivoli en Maxime hebben daarbij ook nog eens geen last van wederzijds geluidsoverlast. Die oplossing ligt al te wachten, bijna gebruiksklaar. Natuurlijk moet de Rivoli nog wat anders ingedeeld worden, zodat de Spiegel een eigen horecaruimte krijgt, maar die aanpassing zal aanzienlijk minder kosten dan de minimaal 1 miljoen euro om de Royal te verbouwen. Bovendien is de Rivoli geen rijksmonument en kan daar dus makkelijker verbouwd worden. Ten zesde is een bijkomend voordeel dat andere partijen die de Royal graag willen kopen voor een volkstheater of huis voor heren, daartoe de gelegenheid krijgen. Wellicht ontstaat er zo een nieuw soort van cultuurcluster met een synthese van low culture en high culture in één gebouw, met een unieke eigen sfeer en uitstraling waarmee Heerlen zich kan onderscheiden. Samenvattend zou ik u dan ook graag willen aanbevelen om het voorstel van uw college te heroverwegen, af te zien van de bouw van de twee zaaltjes op het balkon van de Royal, af te zien van de sloop van de Rivoli en de Maxime, terug te keren naar de Rivoli en Maxime voor Filmhuis de Spiegel, met een voldoende grote horecaruimte in beheer van de Spiegel, en tenslotte de Royal te verkopen aan een andere partij. Deze oplossing is aanzienlijk goedkoper, effectiever, logischer en vooral gunstiger voor alle partijen. Dit advies stel ik u graag helemaal gratis ter beschikking en kost u dus geen duur adviesbureau. Mocht ik u mijn advies opvolgen en het inderdaad succesvol blijkt te zijn, dan kan u later altijd nog uw dankwoord op mij richten. En voor het zover is, wil ik u nu bedanken voor uw aandacht en wens ik u een wijs besluit toe. Een aantal vragen naar aanleiding van de stukken. Waarom koopt een behoorlijke ondernemer de Royal als Filmhuis de Spiegel er grotendeels de dienst uitmaakt? Hoe strookt een overdekte fietsenstalling op de plek van de Rivoli en Maxime als op die plek ook in een openbaar theaterplein en de toegang tot het filmhuis, zowel per kassa als per vrijstaande buitenlift en toegang tot enige ruimte in het welkpand voorzien zijn? Waarom oppert u huur voor koop, terwijl het raadsbesluit uit 2009 duidelijk over verkoop spreekt? U plaatst dit plan in de context van een afgerond maankwartier. Kunt u met zekerheid aangeven dat het plan maankwartier in volledigheid afgerond wordt? Zo nee, wat betekent dit voor de voorliggende toekomst van het Royal Theater? Is het juist dat het maken van een plan en kredietvoorstel geen doorgang kunnen vinden zonder een koopbok voor de Royal? De Royal is een rijksmonument met beschermingstitel. Mag onder die gegevenheid überhaupt het balkon omgebouwd worden tot twee filmhuiszalen? Geïnteresseerden hebben hun ideeën gepresenteerd. Hoe staat u er tegenover om als voorstel, ons voorstel dan in deze, om hen die ideeën publiekelijk aan de gemeenteraad en alle andere geïnteresseerden
te laten presenteren. In dit kader natuurlijk liefst in de Royal ter plekke. Met hem heeft de heer besloten. Zo ja, om welke initiatieven gaat het dan? Welke voorwaarden gelden hiervoor en om welke partijen gaat het? Waarom heeft het filmhuis in haar plan geen huurkosten opgenomen? Hoe hoog schat u de huurkosten die het filmhuis in haar plan zou moeten opnemen? Waarom gaat verkoop alleen in samenwerking met een plek voor het filmhuis? Denk u niet dat een scenario zonder plek voor het filmhuis veel kansrijker is? Er zijn, of waren, kennelijk 200 ondernemers die willen kopen. Willen zij dat nog steeds? Zo ja, op welke manier is dat vastgelegd? Intenties overeenkomen en vastleggen, dat zal reeds gebeurd zijn, of heel binnenkort gaan gebeuren. Wat is de actuele stand van zaken hiervan? Heb je de waarde van de royale van het pand reeds bepaald? Hoe hoog is de WOZ-waarde en welke taxatiewaarde heeft de royale? CQ aan welke verkoopprijs denkt u? Is het niet veel verstandiger om eerst met zekerheid te weten wie het pand, onder welke omstandigheden en tegen welke voorwaarde kopen wil, om vervolgens dan pas met die duidelijkheden een besluit over verkoop en financiering te nemen? Dat wat betreft de inhoudelijke vragen. Mevrouw Hoevenaars en de heer Takens die gaven uitleg over hun initiatieven. Die waren wat mij betreft duidelijk. Wat ik heel mooi vond, dat was de opmerking van de heer Casey Janlo, die als bezoeker van het filmhuis duidelijk de vinger op de zere plek legt en aangeeft, hier zitten de knelpunten, hier zitten de problemen. En ik kan me niet voorstellen dat een politiek die zichzelf serieus neemt, een dergelijk signaal naar zich neerlegt. Dus ik doe een oproep om hier duidelijk mee in de weer te gaan. Dit voorstel moet niet rijk voor beandering te achten. En ik wil als uitsmijter meegeven, kijk ook eens naar de Scala bioscoop aan de Stationstraat. Die staat op dit moment leeg en wellicht biedt dat een perspectief. Dank u wel. In eerste instantie wil ik meegaan, we gaan zitten op de stoel van de projectontwikkelaar. En ik denk niet dat dat een taak van de gemeente is. En waarom niet verkopen, terwijl dat eigenlijk overeengekomen is met de raad in het verleden. We gaan verhuren aan een uitbater en waar liggen dan de kosten voor het filmhuis qua huur? Stel voor, wij gaan dus naar een vorige ondernemer en die gaat die film zelf huren. Ik denk dat die uitgaat van marktelijke conform krijgen. En in hoeverre is dat op te brengen voor het filmhuis? Dus het filmhuis zal of de horeca zelf moeten gaan doen voor het te realiseren. En we zitten natuurlijk ook met die monumentenstatus. We kunnen in de zaal ook niet verbeteren willen. En hoe reëel zijn die ontwikkelingscijfers van het aantal toeschouwers? Er wordt nogal voor uitgegaan van het aantal toeschouwers die wij gaan trekken als we de aanstaters krijgen. Waar is dat op gebaseerd? Hoe kunnen we zeggen, ja, dat is Maastricht zo, maar Maastricht is niet eerlijk. En dat is nog een aanvraag van de heer Lex Nevesen. Wat is de zaal van het cultuurhuis? Wat biedt dat voor mogelijkheden voor het filmhuis erbij? En die plannen van Lex Nevesen die worden helemaal niet onderhouden en die zijn helemaal niet meegenomen in het geheel. Die kan ik niet ontdekken. En ik denk dat wij niet op de stoel moeten gaan zetten van de projectontwikkelaar en tot als de zaak verkocht kan worden, de zaak verkocht moet worden. En dat kan niet veel gebeuren, want ze zitten aan de monumentenstatus, er kan niet veel afgebroken en opgebouwd worden. En ik zou dat eigenlijk voorstellen, dat we er nog volledig overeen zijn gekomen. Er waren mijn vragen en opmerkingen, dank u. 12:44. Nou, dan heb ik me vertaald zo. Eerste plaats naar mevrouw Hoenaars, die ondersteunt die omarmde plannen van de gemeente. Ik ben in ieder geval heel blij dat haar ambities verder reiken dan de teleurstellende ambities van het plan van de gemeente met de B-status. Ik ben blij dat zij de A-status ambieert, maar ik zou van haar willen weten wat die criteria zijn. Wat worden als criteria gehanteerd voor het bereiken van die A-status van het filmhuis? Tweede plaats, maar het kan aan mij liggen, ik mis het financiële plaatje, want in mijn kopieën die ik uitgeprint heb, zie ik alleen bladzijde 1 tot en met 8. Dat kan aan mij liggen. Ik weet ook niet of het hele plan A
aangereikt is. Ik mis in ieder geval het financiële deel. Ja, ik zie de wethouder verbaasd kijken, het kan aan mij liggen, of mijn printer dus. Maar ik mis in ieder geval het financiële plaatje en ik zou van haar willen weten wat, hoe groot het gat is wat ontstaat in haar financiële plaatje naar begroting door het wegvallen van de eigen horeca. Van de heer Takens zou ik willen weten in hoeverre er inderdaad onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden en onderzoek hier in de regio, want hij projecteert de mogelijkheden hier op de mogelijkheden van twee hele grote steden die volgens mij nauwelijks vergelijkbaar zijn met deze middelgrote stad. Dus van hem zou ik willen weten wat er aan onderzoek hier in de regio uitgevoerd is om die cijfers waar hij vanuit gaat te onderbouwen. De heer Loop was heel duidelijk in zijn betoog. Ik zou hem van hartstikke willen bedanken voor een aantal toch inzichtelijke opmerkingen. En dan kom ik vanzelf uit bij de wethouder waarvoor ik een hele hoop vragen heb. En die bewaar ik voor volgende week. Maar in ieder geval, ik zou hem als eerste willen vragen. Dat is omdat het CDA in haar veelheid van vragen gesteld. Waarom dat wij hier slechts onze zienswijze mogen geven. Terwijl onze eerste stadium beloofd is dat er een voorstel voorgelegd zou worden. Tweede opmerking, waarop moeten wij onze zienswijze geven? Ik mis gewoon een integraal plan. Ik zie een aantal bijlagen van allerlei plannen. Maar ik mis een integraal plan van het hele concept. Met name een integraal financieel plaatje. Want een van de verstandige uitgangspunten is een sluitend financieel kader. Nou, daar zit ik rijkhalsend naar uit te kijken. Dus ik zou ook, en dan sluit ik me ook eigenlijk al aan met een aantal eerdere sprekers. Voordat ik mijn zienswijze dat ga geven, eerst een voldragen plan willen zien dat met name ook een aantal cijfers bevat die realistisch zijn. Ik zou ook van de wethouder willen weten in hoeverre overleg geweest is. Ik hoorde heer Takens tot mijn verbijstering uitspreken dat er totaal geen overleg met de gemeente geweest is. Ik krijg een mailtje van de heer Nelissen waarin hij kort uit de doeken doet, in mijn beleving een heel interessant plan met betrekking tot de Rivoli. Gericht aan een van de ambtenaren, 2 oktober. Ik heb nergens een antwoord gezien. Ik heb ook niet het idee dat dat serieus genomen is. Maar goed, dat hoor ik graag van de wethouder. In hoeverre daar met de heer Nelissen overleg gevoerd is met dat toch alleszins interessante voorstel. Ja, overleg met het filmhuis is er blijkbaar wel geweest. Ja, ik zou ook de wethouder met nadruk willen vragen, want dat vond ik een hele interessante opmerking van de heer Loom met betrekking tot die akoestische rapportage, waarom dat wij die niet gekregen hebben. En die zou ik alsnog willen ontvangen, want ik storm iedere keer weer bij die multizalencomplexen aan de geluidsoverlast van de ene zaal naar de andere. Zit je naar de ramen te kijken en dan hoor je de zaal ernaast lakken. Dat werkt dus niet. Los van de vraag ook van de heer Loom of inderdaad het Rijksmonument in die mate mogen gaan verbouwen. Dus ja, goed, dat even wat mij betreft de ronde in deze termijn. Dank u wel, meneer Rijksmonument. Dank u wel. Wat dat betreft zitten we ruimschoots in de tijd. Dus, oké, we doen wel het nog over de afronding. De afronding die zal gebeuren door de 3 insprekers als laatste nog het woord. Ik zal proberen om niet vraag voor vraag te doen, maar eerst een algemener verhaal te houden waar wel een heleboel aspecten ook aan de orde zullen komen. Ik denk dat de opbouw van het betoog ook ten goede komt. In de eerste plaats de vraag van ja, waarom nu een zienswijze? U weet dat in de eerste instantie, hebben over maanden geleden, we gesproken hebben met elkaar over wat gaan we doen met de Royal, dat was voor het zomerreces. En toen hebben we ook gezegd, we komen naar u toe met een voorstel, zodat u daar ook uw licht over kunt laten schijnen. Wat je in feite nu ziet is dat het voorstel, en waarom dat kom ik dadelijk op, het voorstel in 2 geknipt is. En je hebt nu de zienswijzeprocedure, die gaat over de inhoudelijke koers die je verder gaat volgen. En dan volgt later nog een separaat raadsvoorstel, dat zal een raadsvoorstel zijn, waarin je de daadwerkelijke financiële onderbouwing ook hebt, daar heb je de taxatie gehad, de partijen zijn bekend, etc. Dus je zit daar zo'n knip in. En dat betekent ook al dat u met uw zienswijze niet volledig gebonden bent. Het geeft ons wel de mogelijkheid om verder te gaan op deze weg, want er zijn nogal wat stappen die ook gezet zullen moeten worden. Als het gaat om bijvoorbeeld de intentieovereenkomst, waar we het proces van sluiten zijn. Ja, intentieovereenkomst is ook heel echt een collegebevoegdheid in de zin van een privaatrechtelijke overeenkomst. En als we daar een financieringsvoorstel aan u voorleggen, ja, dan raak je aan het budgetrecht van de raad. En wat... Meneer Wettel, ik wil toch interroperen, ik realiseer me dat het allemaal een grap is wat de tijd betreft, maar ik vind het toch belangrijk. Kijk, ik kan me daar iets bij voorstellen met het voorstel wat de wethouder doet, maar. En dat hij zegt, we moeten nu onze zienswijze geven over de koers.
Maar daarmee lopen we het risico dat er beslissingen genomen worden die terug te draaien zijn. Daar zit onder andere zorg van Maxime en Rigoliet. Ja. En daar zitten nogal wat onzekerheden in ten aanzien van subsidies en kosten en mogelijkheden. Dus ja, ik vind het heel moeilijk dat het dan over een kat in de zak komt, los van het feit dat in Zeegaan een horeca-ondernemer die zich op dit moment niet bekend wenst te geven. Dus u vraagt er nogal wat van ons. Ja, daar heb ik, voorzitter, was ik eigenlijk op gekomen ook. Ik wil ook eerlijk gezegd ook het waarom uitleggen hiervan. Kijk, het is niet zo dat als u straks per zienswijze zegt, doe dit, dat we de dag erna de Rivoli en de Maxime gaan slopen. Dat is natuurlijk niet zo. Dan ga je wel verder met de verdere ontwikkeling van dit concept. En waarom doe je dat? Omdat je hebt te maken met een aantal initiatieven op dit moment. En die initiatieven zitten, zoals het nu ervoor staat, zitten in feite op gelijke hoogte. Zo hebben ze een procedure ook behandeld. Er is wel degelijk zijn er overleggen geweest. Er is ook een bijeenkomst geweest waarbij iedere initiatiefnemer zijn of haar ideeën, zijn ideeën in dit geval de naam, kon pitchen, om het zo maar te zeggen, kon toelichten. Daarbij ook gevraagd werd ambtelijk op de plannen. Dus dat is allemaal wel gewoon gebeurd. En dus in dat opzicht heeft er zo'n beweging van het plan plaatsgevonden. En je kunt daar ook de weerslag daarvan terugvinden in het collegevoorstel. Wat wel zo is, dat je moet een keuze moet maken. Je kunt niet 3, 4, 5 initiatieven in de lucht blijven houden. Je zult op een gegeven moment met moet zeggen, dit is de koers die we gaan volgen. Dat is niet gegarandeerd dat je eruit komt. We zullen pas met een voorstel naar u toekomen als we op die manier eruit zijn gekomen. Wat eruit komen is altijd, zoals u vaker hebt gezien ook in het verleden, is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Dat is heel vaker in allerlei overeenkomsten die we sluiten. Dus in die zin zijn er al een paar stappen ook ingebouwd. En het is natuurlijk ook al zo, als je een horecaondernemer bent die zegt, ja, ik heb interesse in dit plan, ik zal daar op de stand van zaken terugkomen, ik heb interesse in dit plan, dat je wel, voordat je doorgaat met je planontwikkeling en ook de onderhandelingen ingaat, wel wil weten, wat is nou eigenlijk die koers? Ga ik straks in het gebouw zitten met een muziektheater? Ga ik naar een volkstheater? Ga ik naar een filmhuis? Ga ik helemaal alleen doen? Kortom, dit is een tussenstap, nadrukkelijke tussenstap. Maar het is wel een nodige tussenstap om verder te kunnen gaan richting die partijen. Dat even als het ook gaat om die spitsing in voorstellen en het waarom ervan. Ja, ik wil ook iets zeggen over de procedure die we gevolgd hebben. Laat ook heel duidelijk zijn, als we teruggaan in de tijd. U hebt in de tijd besloten het gebouw te kopen als raad. En daarbij hebt u ook gezegd, u moet het na 5 jaar weer trachten te verkopen. Dat is de opdracht die u als raad aan ons college hebt meegegeven. Dat is de opdracht waarmee we aan de slag zijn gegaan. Meneer Leers, de wethouder zegt u trachten te verkopen, maar ik meen dat erin, want erin zegt, het moet na 5 jaar met een plan erbij verkocht worden. Ja, voor euro. Nee, ik bedoel, laten we reëel zijn. Hè? Natuurlijk, trachten te verkopen betekent dat je uiterste best doet, noem het een uiterste inspanningsverplichting om tot verkoop te komen. Maar ja, ik vind natuurlijk geen garanties op dat punt bieden. Heeft wel de voorkeur. Daarom gaat in dit geval ook niet, huur gaat niet voor verkoop. Eén van de horecaondernemers heeft aangegeven, en de heer Takens namens het Volkstheater net ook nog, wij willen eigenlijk eerst 5 jaar huren en vervolgens de optie koop bekijken, hè, op basis van die ervaringen. Andere horecaondernemer heeft aangegeven, nee, voor mij is koop, vanaf het begin dus zeg maar meteen koop, is voor mij gewoon de optie. En dat betekent dat je in dat gaat ze natuurlijk wel nog een rol spelen in de verdere gesprekken. En daarvan kan ik ook zeggen dat er hadden zich meerdere horecaondernemers gemeld. Er is inmiddels nog eentje gemeld. We gaan natuurlijk wel dat keurig successievelijk behandelen. Met 2 waren we in gesprek over intentieovereenkomst. We hebben ook een concept intentieovereenkomst aan beide partijen gestuurd om te kunnen bestuderen, hè, en daar vervolgens gesprekken over aan te gaan. Die gesprekken zijn ook gepland. Nou, met 1 van de partijen gaan we die gesprekken ook aan. De andere partij heeft inmiddels gezegd, op basis van het concept, nee, het gaat me toch niet lukken. En het was ook de partij, en daar vallen misschien een aantal van de vragen mee weg, het was ook overigens de partij die had aangegeven, ik wil eerst huren en na 5 jaar pas kopen. Dus die heeft nu even gezegd, nou, ik zie dat op dit moment toch niet als haalbaar voor mij. Met die andere partij zullen we doorpraten. Ik hoop dat we een intentieovereenkomst hebben voor de raadsvergadering, dat is eind van deze maand. Dat kan ik ook natuurlijk niet garanderen, dat is een proces kun je niet volledig tot op de dag plannen, om het zo maar te zeggen. Dat is wel waar we nu voor gaan. En ja, in dat opzicht zijn er dus ook al gesprekken gepland om zover te komen in de komende weken. Interessant, meneer Leers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Begrijp ik nu weer goed uit de bewoording van de wethouder
dat er gesproken wordt over verkoop en tekenen van contracten, waarbij het niet duidelijk is tegen welke prijs dat verkocht wordt. Is dat helemaal nog niet ter sprake gekomen van het is 1 miljoen, 4 miljoen, 3 miljoen of 2 euro? Kijk, is er over concrete bedragen al gesproken? En dat is, nee. En dat is ook precies de reden waarom, waarom dit besluit ook nu, of deze zienswijze nu bij u voorlegt. Want wel of niet kiezen voor een filmhuis erin, wel of niet kiezen voor een volkstheater, wel of niet kiezen voor verder niks erin, heeft ook een impact op uiteindelijk de waarde van het gebouw. De waardebepaling, dan in de taxatie neem je ook mee welke functie in het gebouw zal komen en die overeenkomstige huur, etc. Daarvan zijn overigens de horecaondernemers op de hoogte. Zij weten dat dat dan een optie is en dat als dus vervolgens dit voorstel doorgaat, dat men dus daar ook rekening mee te houden heeft. Dat weet men dan vooraf al. Maar dat heeft dus ook daar invloed op. En dat is ook de reden waarom we op dit moment nog geen taxatie hebben gedaan. Maar op het moment dat u aangeeft, ook in uw zienswijze, en u zegt ja, dit is de richting die wij willen gaan, dan zal de volgende stap ook zijn dat we richting uw waardebepaling gaan. Voorzitter. Meneer Leers. Begrijp ik dus uit de bewoording van de wethouder dat het niet duidelijk is of men of voor een maximale verkoopprijs kiest, of voor een maximale uitbating en laten stralen van het project. En dat daarbij wellicht er niet wordt meegenomen dat onder het uiteindelijke scenario al meer dan 4 miljoen in het project zitten. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, voorzitter, ik krijg de vraag niet. Nou, ik wil hem nog wel eens herhalen. Krijgen we die 4 miljoen nog terug, ja of nee? En gaat het om het maximaal haalbare van het gebouw te realiseren? Of gaat het erom om zoveel mogelijk van onze centen terug te zien? Voor welk scenario kies u? Het gaat om een goede balans. En dat lijkt misschien een erg diplomatiek of politiek antwoord. Maar er zit ook wel degelijk in een verhaal achter. Kijk, natuurlijk zou je kunnen zeggen, en pas op, dat wordt hier heel makkelijk gezegd, nou weet je, gooi maar op de markt. De assessment zegt, gooi maar op de markt en ja, men mag toch niet veel veranderen aan het gebouw. Dus ja, wat kan er gebeuren? Dat betekent trouwens ook dat, de markt is ook niet zo makkelijk om zo'n pand te verkopen. Ook juist om die reden. En dat is ook de reden waarom je als gemeente aan de voorkant goed moet nadenken over welke functionaliteit je aan het gebouw meegeeft. En dan is een horecavoorziening op de begane grond, maar even zin af. Een horecavoorziening op de begane grond is voor een commerciële partij heel goed te realiseren. Maar als het over gaat om de hoge functie, hoge etages, of die hele zaal plus balkon, als één geheel, dan heb je over hele andere risico's. Dus die koers is wel degelijk belangrijk voor uiteindelijk door te kunnen gaan in gesprekken met partijen. En dat is de heer Peters. Ja, voorzitter, twee vragen. Allereerst, ja, is de wethouder van mening dat als je het niet probeert, dat je dat niet weet, met betrekking tot het in de markt zetten van dit pand en daarnaast. De wethouder heeft, ja, weet de wethouder ook dat de dergelijke voorwaarden zoals in het collegevoorstel worden genoemd, dat je ook gewoon natuurlijk een koopcontract kunt opnemen. Ja, kijk, we hebben natuurlijk al een geschiedenis met wat gaan we met dit gebouw doen. Hè? Dat kunnen ze zich ook wel herinneren. En ik haal toch even aan dat we ook met GT hebben gesproken in het verleden. Of zelfs heel intensief ook hebben gesproken toen de tijd. Die hebben heel erg vanuit de commerciële blik ook gekeken. Dat was eigenlijk al een echt ja, een marktpartij die aan het hele gebouw zou kopen. Wellicht zelfs heel complex. En die zijn afgehaakt omdat ze ook zeiden, ja, die commerciële mogelijkheden zijn gewoon uiterst beperkt. Dat heeft ons op weg gezet om te kijken, ja, wat is natuurlijk andere functionaliteiten? Nou, er zijn een aantal initiatieven gekomen. Filmhuis was iets wat ook al eerder in ons beleidstuk genoemd werd, daar gewoon open over zijn. En daar hebben we een aantal andere initiatieven uit eigen beweging gemeld, wat ook natuurlijk prima is. En dat ben je vervolgens gaan wegen. Aparte was wel, op het moment dat je dus kwam met dat concept en dat je zei, nou, we willen een bepaalde functionaliteit al toevoegen, dat dan het moment was dat een aantal horeca-eigenaren zich ook hebben gemaakt. Niet een jaar geleden. Kortom, dus ik zie toch echt hier een samenspel van aan de ene kant van tevoren heel duidelijk aangeven wat wil je met het complex en wat wil je met het gebouw. En aan de andere kant dan vervolgens de markt daarop laten reageren. En dat is precies het proces waar we nu in zitten. Vraag van de heer Hazen. Ja, voorzitter. Geeft de wethouder nu aan dat hij verwacht of eigenlijk bijna weet dat de kans op verkoop groter is met de invulling met filmhuizen op het balkon als zonder? Vooraf vast te stellen wat er in het geval moet gebeuren. Nee, wat ik heb geconstateerd net is, op het moment dat wij een richting aangaven, hebben zich partijen gemeld. Daarvoor niet.
Dat is een indicatie. Kijk, natuurlijk. Ik kan daar geen zekerheid over geven. Mag ik vragen dan wat u verwacht, wat een verplichte onderhuur doet aan de werkelijkheid? Een daling. Tuurlijk, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar de vraag is of dat een probleem is. Want, en dan kom ik eigenlijk weer terug op de reactie van de heer Leersnet. Die vroeg naar die verhouding, hè, dus een beetje zwart-wit gesteld, waarop ik zei, het is een balans. Ja, je kijkt aan de andere kant ook naar een hele hoogwaardige invulling van dat monumentale, juist van dat monumentale gebouw. En als je kunt het van twee kanten bekijken, hè, je kunt heel sterk uit het gebouw en het gebied bekijken. Ik wil ook nog wel even ingaan, het is iets minder aan bod gekomen in de discussie, maar het is wel naar gehind. Naar ook de culturele context, om het zo maar te zeggen. En dan zie je dat, en dat is ook de reactie ook wel op een van de insprekers, want dat is ook naar gevraagd. Dan zie je natuurlijk dat het filmhuis niet concurrerend is in genre, zeg maar, functionaliteit, met de andere stoelen, zal ik maar zeggen, die we hebben. Terwijl een volkstheater uiteindelijk een podiumkunstvoorziening is. Hè? En een podiumkunstvoorziening, daar hebben we heel veel van in onze stad. We hebben een hele goede infrastructuur. Denk aan Pars, Limburg Theater, Cultuurhuis, Nieuwe Noord, tot aan op Kerkrade Landgraaf toe. Die functioneert op zich goed, maar dat zit wel echt aan de rand als het gaat om cannibalisering. Maar heel de vraag van de heer Goeiers. Ja, de wethouder zegt net dat het filmhuis niet concurrerend is met andere initiatieven. Maar het is ook zo dat de Quattro Cinema ook 8 films vertoont en dat zelfs op A-niveau voldoet. Dus ik kan me voorstellen dat er wel degelijk concurrentie kan bestaan. Waarom heb je dat niet meegenomen? Dat is spaarzaam vertoont men daar ook filmhuisfilms, dat is ook zo. Alleen filmhuis vertoont, maar dat zijn maar wel de filmhuisfilms die het in het reguliere circuit ook goed doen. Hè. De hits, zal ik maar zeggen. Ik denk aan Intouchable. Dat was zo'n enorme filmhuishit die heel snel al de stap maakte naar de commerciële sector. Maar het gros van het aanbod van het filmhuis is echt heel anders dan het aanbod in de commerciële bioscoop. Meneer Leers. Meneer de voorzitter. Ik heb toch echt gehoord toen het filmhuis aan het woord was, dat men wil kunnen prolongeren, films langer wil kunnen vertonen. En ik neem aan dat als je een film langer vertoont, dat een succesvolle film is. Dus het zou zomaar in het vaarwater kunnen zitten van de Quattro Cinema. Dus ik begrijp niet echt die uitleg, dus ik vraag me af wat ik dan gemist heb in de uitleg van de wethouder. Ja, het zijn allemaal wat andere films zijn, maar het punt is dat op dit moment het filmhuis echt films maar heel kort kan vertonen. En dat betekent bijna, maar misschien kan het filmhuis een beter antwoord op geven, ik hou het dan heel kort. Maar dat betekent bijna dat als je toevallig net een avond niet kunt, of een paar, dat dan ook jammer is. Dus nu heb je de kans, zeker omdat je meerdere zalen hebt. Als je één zaal hebt, ja, als je één film prolongeert, kan er dus geen enkele andere film door het filmhuis gedraaid worden. En als je meerdere zalen hebt, kun je veel meer een spel spelen. Je zegt, dat is een film. Daarvan zien we dat we toch nog wel wat mensen op kunnen trekken in de komende avonden. Die kan daar draaien. In een andere zaal beginnen we inmiddels weer met een nieuwe film. Kijk, en dan komen we ook een beetje, dat is ook gezegd, nou, waarom niet een shoot laten en daar wat aanpassingen doen? Dat blijft toch één zaal. Het is heel moeilijk om daar nog een zaal toe te gaan voegen. Los van dat het allemaal medegebruik is, dat geeft ook allerlei dat is redelijk complex, want dat betekent dat je inderdaad niet iedere avond gebruik ervan kan maken, omdat afspraken maken ook met de hoofdgebruiker van het gebouw. En men heeft geen echte goede eigen horeca, hè. Er ligt wel een horeca naast, maar die is niet van het filmhuis. Kortom, die mogelijkheden zijn daar zo beperkt. Dat verandert op het moment dat je dus in de Royal gaat zitten, waar je dus, en daarom hebben wij wel de overtuiging dat een A-status op termijn wel in zit, je moet dan iets toegroeien. Omdat je ook nog die hoofdzaal gebruik van kunt maken. We hebben gezien, ja, dat is dan even, ik dacht dat alle stukken erbij zaten, het complete plan. We hebben juist, dat is eigenlijk mooi als je heel veel informatie wil geven, dat dan de reactie is dat de informatie zo summier is. Maar we hebben het complete plan juist voor alle initiatiefnemers toegevoegd. Omdat we per se wilden dat u kennis kunt nemen van al die plannen. Niet alleen maar dat alleen maar door de filter van het college gaat. U moet dat zelf ook kunnen bekijken. En het filmhuis zie je een aantal scenario's, het filmhuisplannen. Waarbij bijvoorbeeld één scenario is dat men die twee zaaltjes hier bovenin en 120 keer de grote zaal huurt voor de succesvolle filmhuisfilms. En dat kan weer in samenspraak met de horeca-exploitant die dan eigenaar zou zijn van het gebouw. Dus bijvoorbeeld is een scenario. Ik denk dat de wet al even anders dan. Dan blijven we de interrupties dat we mee de gelegenheid geven bij de goedvinden dat hij zijn verhaal heeft afgemaakt, ook gezien de tijd. Dank u.
Ja goed, dus die cannibalisering die willen we voorkomen. Hè. Ik bedoel, wat ik zei, amateurkunstvereniging, waar kunnen die nou terecht? Nou, die kunnen in het cultuurhuis terecht, dat doen we ook regelmatig. En als ze echt op chic willen, want het wordt wel ook gebruikt, als ze echt op chic willen, is bijvoorbeeld PLT ook nog een optie. Doet men ook wel eens, vooral voor echt bijzondere gelegenheden, dat is natuurlijk niet goedkoop. Maar als men, wat kleinschaliger iets wil doen, ja, dan doet men dat in het cultuurhuis. Ja, daar gaat natuurlijk wel echt concurrentie ontstaan. Met het risico dus dat een aantal culturele instellingen toch een behoorlijke daling in het publiek daarop zullen zien. Dus je moet daar wel op letten hoor. Die infrastructuur, culturele infrastructuur in je stad is ook onderhevig ook aan dynamiek. Als je ergens anders begint, heeft dat gewoon impact op andere instellingen. Waarbij je bij Filmhuis wel heel duidelijk kunt zeggen, ja, een regio van 240.000 inwoners, ja, daar hoort wel een volwaardig filmhuis bij. Daar is ook de voedingsbodem voor. Dat is uitgebreid onderzocht door het filmhuis. Dat kunt u ook in de stukken zien, dus daar hoef ik denk ik verder niet op in te gaan. Het filmhuis stelt eigenlijk drie voorwaarden. Eén daarvan is regelmatig op teruggekomen. Nou, eerst toegankelijkheid natuurlijk, dat moet ook gegarandeerd zijn. Daarom ook gekeken naar de ontsluiting via de zijkant van het gebouw. Overigens de ontsluiting die er vroeger was in de Royal. Dus wat dat betreft historisch niet eens zo vreemd. Drie zalen, nou ook die mogelijkheid hoort het tot de mogelijkheden. En dan natuurlijk de belangrijkste, ontmoetingsruimte met een eigen horeca. En ja, dat kunnen we natuurlijk, die voorwaarden kunnen we helemaal volgen. Maar ook daar biedt het gebouw natuurlijk prima opties voor. Want bedenk u maar, je kunt onderin het gebouw op straatniveau een commerciële, een Grand Café-achtige horeca-uitspanning hebben. En je kunt op de eerste verdieping, waar natuurlijk al een horeca ook zit op dit moment, en ook een eigen soort ontmoetingsruimte is, hè, daar kun je de horeca situeren van het filmhuis zelf. En zo heeft men toch gewoon zijn eigen plek om daar elkaar te ontmoeten, na te bespreken. Dus die zorg wil ik ook zeer zeker wegnemen. Het punt over wat doe je nou met een rijksmonument, hè? Dat is altijd een lastige discussie, want idealiter gaat het natuurlijk allemaal gewoon vanzelf. Maar hier staan de gebouwen toch al een tijd leeg. En het is gewoon niet makkelijk om te invullen. Als iets slechts voor een monument, is het leegstand. Je moet op een gegeven moment het gebouw weer laten functioneren. Dat hebben gebouwen ook gewoon nodig. En ja, twee zalen maken op het balkon is natuurlijk een concessie aan het gebouw. Gaan we hier ook niet ontkennen. Maar dat is wel een concessie die sowieso, en daar zal de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ook op letten, en dat is in samenspraak met hem, ga je dat proces ook in. Het is sowieso een concessie die omkeerbaar moet zijn. Dat is bij monumenten altijd. En een concessie er wel voor zorgt dat je het gebouw ook in een nieuw leven kunt inblazen. Want natuurlijk kun je heel veel vragen opwerpen en zeggen, ja, dan kan je het goed op de markt gooien, et cetera. Maar hier ligt nu wel een optie om het gebouw echt weer tot leven te brengen. En het lijkt me wel verstandig om deze optie nu de komende tijd ook goed te gaan onderzoeken en door te werken. En dat is dus ook die reden waarom hier die zienswijze bij u voor ligt. Zodat wij ook die ruimte hebben, zonder dat we een definitieve commitment aan kunnen gaan, want dan komen we bij u terug met een financieringsvoorstel. Isolatie, ja, daar is naar gekeken. Door een duur advies. Nee, maar dat was op zich een grote opmerking, moet ik zeggen. Het gebeurt al vaker. Nee, daar is naar gekeken. Het hele bouwadvies heeft er ook naar gekeken. Daar is ook naar het hele plan gekeken door vanuit Peutz-architecten, de beheerders van het erfgoed. Van Peutz. Ook zij zijn nauw betrokken bij de plannen. Op die manier garandeer je natuurlijk ook dat je recht doet aan het monument. En ook zij zeggen, net zoals die Rijksdienst trouwens ook meer en meer zegt, en dat niet over jou, maar in algemene zin, steeds meer en meer van de school zijn, dat monumenten, ja, dat je daar niet heel stag volledig aan moet vasthouden, dat je af en toe elementen zult moeten veranderen, juist om ervoor te zorgen dat die monumenten mee kunnen in de moderne tijd en daar ook gewoon behouden kunnen worden en kunnen functioneren. Goed, nou, het Broederhuis is daar inderdaad de voorzitter zeggen. De voorzitter komt meteen met een schutsel voor zijn mal. Als het gaat om de isolatie, ja, het idee is dus inderdaad, of het idee is van die twee zalen, zijn in feite twee dozen in een doos. En daardoor krijg je die isolering. En dat is vaker gedaan. Nou, u zult toch. Het is vaak natuurlijk zo'n bioscoop dat zalen in principe naast elkaar liggen. En daar wordt daar ook gewoon aan gewerkt. En u kunt ook een voorbeeld van het filmhuis in Eindhoven, een oude Philipsgebouw is geplaatst, waar een filmzaal en een theaterzaal naast elkaar zitten. En dat gewoon ook prima functioneert. Dus er zijn echt voorbeelden ook in de landen, referenties zal ik maar zeggen,
dat gewoon dat het mogelijk is. En natuurlijk is dat wel een vereist. Dat voor de logischheid kan niet zo zijn dat u, terwijl u zit te kijken naar een hele emotionele film, u de bommen rot op, dat is wel de film wel eens gaan gebeuren, maar nou ja, de bommen rot ontploffen in de zaal ernaast, omdat daar een oorlogsfilm draait. Ik bedoel, dat moet je niet, ja, ik denk maar een beetje beeldend zijn. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Ja, kijk. Ja, die dialoog, en dat wist ik eerlijk gezegd, is dat een akoestische reportage die we niet gekregen hadden. Kan de wet anders ja. Zeggen dat u dat snel krijgt? Nee, ja, dat is namelijk bij het voorstel van het filmhuis. En niet bij ons voorstel. Dus moet je het filmhuis vragen. Het is een goede vraag, overigens. Maar we moeten nu mij staan. Ja, ik snap. Nee, maar ik kan u niet zeggen, die bijlage is niet bij ons voorstel. Goed. Even kijken. Ja, verder financiële risico's, ja, die gaan we dus nu niet aan, hè. Dat heb ik ook gezegd. Het bedrag, ja, dat moet ik gewoon duidelijk nu in zijn. Ja, die helderheid komt nog. En dan neem je ook echt een besluit. En dan wordt het pas definitief. Maar we hebben wel uw zienswijze nu nodig om verder stappen te kunnen zetten en met partijen door te kunnen gaan. Dus een positieve zienswijze is geen blanco cheque. Punt.